Ik ben Simone. Ik ben Benjamin. Nice to meet you. En wanneer moet je bij Bird spelen? 29 september volgens mij met New Cool Collective. We gaan ons nieuwe album presenteren in Bird, maar ook allemaal oud repertoire stukken. Eigenlijk greatest hits van de afgelopen 29 jaar. Wauw, ik ga niet meer wachten. En wij gaan vandaag een pizza maken met hem. Tomatensaus van de eerste. Dan wij doen een beetje geitenkaas erbij. Nou, jij mag gewoon in de middag van de oven doen. Dit vind ik leuk. Ja. En helemaal in... Ja, ik zie al een mooi plekje. Wauw, doe je goed. En we bestaan al bijna 30 jaar. Wauw, dat is een lange tijd te spelen. Ja, wij speelden voor het eerst in Rotterdam in, denk ik, in 1994. Wat een mooie pizza heb jij gemaakt. Ja hoor. Zo, spinazie? Spinazie. Kijk, dit is goed voor als je moet optreden, niet te zwaar, gewoon licht eten. Wat betekent Bird voor jou? Bird is een hele goede plek voor muzikanten. En je merkt het gelijk aan een club als je ergens komt spelen, of de mensen die daar werken, of die ook de muziek daadwerkelijk leuk vinden. En ja, wij voelen ons hier heel erg thuis. Chipola. Dat is jouw pizza? Mm-hmm. Dit is de pizza viola. En die blijft een maand op kaart van Bird. Ja. Daarom, jij moet om welke dag spelen bij ons? 29 september. Oké. Okay. Met New Cool Collective. Naar aanleiding van ons nieuwe album komen we hier optreden. En er staat hopelijk deze klaar. Tony Viola, legendarische Rotterdamse drummer. Cheers. Cheers. Lekker? Mm-hmm.